iedereen, voordat deze video begint, leek het me nog wel even handig om uit te leggen van waaraan ik nou eigenlijk geopereerd word. En hoe het komt dat ik deze operatie nodig heb. Ik zit trouwens even in mijn pyjama en ik heb net gedoucht. Vandaar dat ik het dus nu even zo uitzie. Maar morgenochtend word ik dus geopereerd aan mijn oor. Mijn rechteroor om precies te zijn. En dat komt dus omdat ik sinds jongs af aan al problemen heb met mijn oren. Ik had al een heel erg dun trommelvliesje en daar is dus, ik weet niet meer precies welke leeftijd het was, maar daar is dus een gat in gekomen. En door dat gat in mijn trommelvlies kan ik dus minder goed horen als ik mijn gehoorapparaatjes uit heb. Ik heb mijn gehoorapparaatjes nu niet in, maar het is waarschijnlijk wel een keer opgevallen dat het soort van ding hier zo hebt. Nou, dat is dus een gehoorapparaatje dat helpt mij met horen. Dus ja, dat wordt dus bij mij geholpen. Ze gaan als het goed is hier achter een sneetje maken. En dan halen ze daar iets uit en leggen ze erin ofzo. Dus ja, dat is helemaal top. Ik duurt 6 weken om zeg maar helemaal te herstellen. De eerste week mag ik helemaal niks doen. Dus dat wordt gewoon op de bank zitten en films kijken. En ik krijg ook heel erg veel verband om mijn oor volgens mij. Ik ben trouwens eigenlijk niet zo heel erg zenuwachtig. Ik denk dat ik morgen wel een beetje zenuwachtig ben. Maar nu ben ik eigenlijk helemaal niet zenuwachtig. Ik dacht, ik leg het even uit, want morgenochtend heb ik denk ik niet zoveel zin om dit uit te gaan leggen. Ik weet ook niet hoeveel ik kan filmen, want ik ga natuurlijk wel gewoon naar een ziekenhuis. En anders dan film ik misschien nog op mijn telefoon, dus dan is het misschien iets minder goede kwaliteit. Maar dat wou ik dus nog even zeggen. Tot morgen! Hallo helemaal, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Nou, ik ben dus geopereerd en ik heb niet zoveel kunnen vloggen. Dus ik ga een beetje vertellen hoe het ging en dan laat ik hier gewoon wat beelden zien. Oké, nou we gingen er dus vroeg in de ochtend naartoe. We zijn nu onderweg naar het ziekenhuis. Toen kwamen we binnen en ja, toen moesten we dus eigenlijk gewoon aanmelden en zo. En toen moesten we 5 minuutjes wachten en zo zag het eruit. Nou, zo zag het er dus uit en toen werd ik geroepen en toen mocht ik naar een soort van kamer met meerdere bedden. Ik had het linkerhoekje en daar zat zeg maar een bed en met een soort van apparaat naast. Ik moest ook voor de operatie soort van speciale kleren aan. Ik laat het hier wel even zien. Nou, dat had ik dus aan. En toen moest ik nog even wachten. Alleen toen kreeg ik dus een infuus in mijn hand. In dit hand. Ik weet niet of je het nog ziet. Maar ik heb ook al nog een beetje een blauwe plek daarvan. Ze gingen dus eerst met zo'n band. Gingen ze hier zo om. En dan trok ze dan strak om te kijken wat mijn, zeg maar, mijn beste ader was. En daar gingen ze dan met een soort van naaldje inprikken. En dan via daar deden ze het buisje van het infuus erin. En daar zou dan, zeg maar, als ik geopereerd werd, de verdoving inkomen. Nou, en toen moesten we dus even wachten. En ik ging dus gewoon nog even een beetje chillen en zo. Nou, toen werd ik dus ook wat vragen gesteld van, ja, hoe ik heette en zo. En hoe oud ik was, wanneer ik was geboren en zo. En die vraag werd ik heel erg vaak gevraagd. Toen moesten we dus even wachten. En toen mocht ik naar de operatiekamer. En toen werd ik verplaatst vanuit mijn bed naar een operatietafel. Daar werd al dingen geregeld. Daar moest ik ook even wachten. Omdat de assistent van, zeg maar, de dokter er nog niet was. En toen kreeg ik een soort van kapje op. Maar dat was niet waardoor ik in slaap viel. Dat was voor de zuurstof. Want die infuus die dus in mijn hand zat, die zorgde ervoor dat ik ging slapen. Die verdoofde me dus ook. En ja, toen was het eigenlijk, toen viel ik in slaap en toen werd ik dus geopereerd. Toen werd ik wakker en ik was een beetje, ik deed mijn ogen open, toen werd dicht, want ik voelde me nog heel erg moe. Ik kwam ook nog omdat het slaapspul of zo nog een beetje in me zat, denk ik. En toen had ik dus best wel veel trek, want ik moest nuchter de operatie in. Dat is dat je, zeg maar, niks hebt gegeten voor de operatie. Dus toen kreeg ik iets te eten. Er waren ook al allemaal slingers opgehangen en zo, dus dat was wel heel erg leuk. En toen moesten we wachten tot ik naar de wc was geweest. En toen mocht ik eigenlijk al naar huis. En mijn vader kwam me dus weer ophalen. En mijn moeder was dus tijdens de operatie heel erg dichtbij. En daarvoor en daarna de hele tijd bij me. En mijn vader kwam me dus toen weer ophalen. Ik had trouwens appelmoes en een broodje Nutella op. En
Ja, toen ging ik dus naar de auto lopen. Alleen toen werd ik misselijk en toen moest ik ook overgeven. Maar ja, dat was denk ik wel normaal. En toen ging ik in de auto en toen ging ik weer terug naar huis. Ja. Toen de eerste 3 dagen heb ik wel echt heel erg last gehad. Ik had ook helemaal onder verband. Ik zal hier even een foto laten zien. Ik heb ook de hele tijd zeg maar geslapen in de auto. En de eerste 3 dagen had ik dus echt heel erg veel last. Dus heb ik ook gewoon ja, geslapen op de bank en zo. Alleen die dagen daarna gingen eigenlijk al een stuk beter. En ik mocht woensdag mijn verband er dus weer af. Ik werd donderdag geopereerd. Dus ik moest 6 dagen wachten voordat mijn verband eraf mocht. Dat was best wel irritant, want het zat helemaal hier zo omheen. En ja... Ik ben er geen fan van. En de hechtingen zijn er ook uit. Toen moesten we dus naar een kliniek. Die hadden er dus afgehaald. Dat deed best wel wat pijn. Want hij deed ook best wel gewoon zo. Heel erg snel. Dus ja. En dus ook al het spul wat erin zat. Want er zaten dus ook watten. En allemaal spul zat erin. Dat had hij er ook allemaal uitgehaald. Er zitten nu ook nog oplosbare watten in. Die nog moeten oplossen. Alleen, het zag er dus goed uit. Dus dat is helemaal top. En van de achterkant ziet het dus nu zo uit. En het is eigenlijk best wel goed aan het genezen. En ja, de eerste week mocht ik dus echt helemaal niks doen. En dat is best wel irritant, want ik kan er dus eigenlijk niet zo goed tegen als ik helemaal niks kan doen. Ik had dus ook een nieuw spel voor mijn Nintendo gekregen, Mario Kart. Dus dat heb ik ook lekker gespeeld. En voor de rest was het eigenlijk best wel saai. Alleen ja, het moet nou eenmaal maar, want ik wil wel gewoon goed kunnen horen. Alleen ze hebben dus alleen mijn rechteroor gedaan. En dan moet ik later nog een keer terug en hetzelfde proces gaan volgen voor mijn linkeroor. En ik heb ook heel erg veel leuke cadeautjes gehad. En het was wel heel erg lief van iedereen. Zoals chocola en snoepjes die al bijna op zijn. En hier zijn ook nog wat leuke video's van wat ik al heb gekregen. Super lief. En dat was al het eten. Maar ik had ook nog een leuke scrunchie. En een leuk maskertje. En een leuk tijdschriftje gekregen en zo. En deze ballonnen. Dus ja, die zijn gewoon echt super leuk. En ja, dat was het dus eigenlijk wel. En ik dacht, weet je, misschien is het wel gewoon leuk om te filmen. En ja, en zo ziet mijn oor dus nu nog een beetje uit. Hij is ook best wel dik en hier is ook een blauwe plek en zo. Ik weet niet of jullie deze video leuk vonden. Maar als je ze leuk vond, doe dan zeker een dikke duim omhoog. En abonneer op mijn kanaal en vergeet ook niet op het belletje te klikken. Doei!